Als je gaat bidden met een Bijbeltekst, is het goed van vooraf een tekst te kiezen. Als je de tekst gekozen hebt, is het ook goed om die tekst eerst aandachtig te lezen. De tekst te gaan verkennen, zodanig dat als je wat later met de tekst aan het bidden gaat, dat je reeds weet wat er in de tekst staat en je vrij snel tijdens je gebed meteen naar de belangrijke plaatsen van die tekst heen kan gaan. Je zou het kunnen vergelijken met een nieuwe stad die je gaat bezoeken als toerist. Voordien ga je even op Google Maps of Google Earth naar die stad gaan kijken om te weten hoe die stad eruit ziet en welke de mooie plekjes zijn. Hetzelfde ga je doen met die Bijbeltekst.